Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders en zusters, welkom bij Stichting Najiba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Beste broeders en zusters, we hebben dringend jullie hulp nodig. Het gaat om een overleden Somalische broeder. We zijn net gebeld vanuit Nederland door onze collega's. Die hebben gevraagd of wij zo snel mogelijk een geldinzameling kunnen houden. Beste mensen, beste umma gemeenschap, jullie hebben al laten zien dat jullie klaar voor elkaar staan en dat wij gul zijn. Alhamdulillah. Deze Somalische broeder, beste mensen, rahimallah, ligt al een paar dagen thuis dood. De buren hebben hem gevonden. Deze broeder, rahimallah, we zijn al van gisteren bezig om zijn familie op te sporen. Maar hij heeft niemand. Alleen zijn buren en vrienden die hem hebben gevonden. Zoals jullie gewend zijn van ons, willen we hem in Almere eeuwig graf begraven. Om dit ook in de toekomst de uitgravingen te voorkomen. Want zoals jullie weten, mensen die geen familie hebben, begraven we altijd in Almere eeuwig graf. Om in de toekomst de uitgravingen te voorkomen. Beste mensen, barakallofikum. Doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is ook onze verantwoordelijkheid. Ik heb mijn schapenproject 2019, waar ik nu net mee zou beginnen om schapen te delen aan de armen, heb ik stopgezet. Omdat dit belangrijker is. Omdat dit ook een verantwoordelijkheid is richting de umma-gemeenschap. Zoals jullie gewend zijn, beste mensen, wij vragen jullie weer een bedrag van 8.500 euro. Maar we hebben nog 600 euro van de vorige donatie over. Dus we komen nog tekort, 7.900. 7.900 komen we tekort. Dus daarom, we doen ook hier een beroep richting de Somalische gemeenschap. Deel deze video, doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Zodat we deze broeder, inshallah, morgen in Almere kunnen begraven, eeuwig graf. En zoals ik altijd zeg, beste mensen, wallahi, deze broeders en zusters die wij helpen, op de dag des oordeels zullen hun getuigen voor ons zijn bij Allah subhanahu wa ta'ala, dat we hun niet in de steek hebben gelaten. En zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook zegt, beste mensen, wie moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt in dunya, Allah subhanahu wa ta'ala zal jouw moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels, beste mensen. Vergeet dat niet, het is hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En weet ook, beste mensen, dit behoort tot de sadaqa jariya. Want wij kopen dit stukje grond. En daar zal die broeder of zuster begraven worden. En zal daarin liggen tot de dag des oordeels. Dus dat behoort tot de sadaqa jariya. Wees hier niet gierig in. Maar juist gierig om zo snel te doneren. Omdat dit een lopende liefdadigheid is, beste mensen. Geen inshallah, ik laat het hierbij. Ik zou zeggen, doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook al is het maar een euro, beste mensen. En de mensen die meer informatie willen hebben, mijn nummer staat er gewoon netjes onder. Ik ben wel in het buitenland, maar mijn WhatsApp staat gewoon aan. Dus je kan me gewoon bereiken op WhatsApp. Mubarakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.